Nou, wat je kunt verwachten is een spectaculaire spelshow met 100 single mannen en 100 single vrouwen. En een aantal spellen die we gaan spelen. Als je een spel wint, dan win je een fantastische vakantie. En mag je een match gaan maken met iemand van de overkant. Maar die van de overkant die gaat natuurlijk wel eerst even staan om te zeggen, ja, ik wil wel met diegene op vakantie. Dus het is heel erg spannend. Het zijn kersverse koppels die tegen elkaar gaan spelen. En op het eind spelen we nog voor één grote, absolute droomreis. Dus het is een heerlijke show voor de hele familie. Wij hebben een aantal doelspellen. Eén keer daarvan is de Mankini. Als ik die al mag verraden, dan gaan heren gaan strippen tot aan de Mankini. En het leuke is dat sommige jongens die ontzettend verlegen zijn, die blijken waanzinnige strippers te zijn. Dat gaat dus niet ver. Het blijft allemaal netjes. Hè. Maar ze staan uiteindelijk wel in een Mankini. Daarna krijgen ze een badjasje om. Maar de wijze waarop ze dat doen op muziek, bijvoorbeeld van seksbommen enzovoort. En dan zie je die dames hier op de keer gaan. Dat is ongelooflijk leuk. We hebben een heleboel leuke spelletjes. Tafeltje trekje, dan moet je een tafelkleedje onder een heleboel servies uitzien te trekken. En hoe meer er valt, hoe meer punten je naar de ander toe speelt. We hebben een fotorebus, een heel origineel spel met leuke foto's van mensen die je totaal niet verwacht. Nou, zijn voornaam en de achternaam van de ander vormen dan bijvoorbeeld een land of zoiets. Dat zijn eigenlijk allemaal ontzettend leuke meedoespelletjes. Het wereldkeukenspel spelen wij en dan stel ik allerlei soorten vragen. Dan kan één een punt winnen en dan kan de ander nog zijn punt redden als het ware door een hapje te nemen uit de wereldkeuken. En dat zijn delicatessen die ergens op de wereldkaart staan en daar echt ook worden gegeten. En daar gaan we soms best wel ver in, moet ik zeggen. Wat wij zo leuk vinden is dat het juist ontzettend slecht weer is buiten meestal. Weet je, het is vreselijk koud, het is klam, het natte sneeuw, het is glad. En dan wil je eigenlijk maar één ding, heerlijk op vakantie gaan. Dan droom je eigenlijk wel van zo'n reis al naar Kos of waar naartoe. Of zo'n droomreis naar Indonesië of Zuid-Afrika. Ze kunnen overal eigenlijk naartoe gaan. Heerlijk naar de zon, dus daar heb ik zelf ook ontzettend veel zin in, moet ik zeggen.